Ik laat de stad New York zien zoals de mens New York ervaart. Als een nachtmerrie, zegt Bill Murray. Omdat hij er altijd al naar verlangde een spannende, humorvolle film te maken in de bijna onmenselijke ambiance van zijn stad, greep hij zijn kans toen het boek van Cronley, Quick Change, verfilmd zou worden. Het is het idiote verhaal over een bankoverval en de wanhopige vlucht van boeven door New York. Een sfeervolle, warmbloedige komedie.